elkaar. Natuurlijk. Helemaal niet. En jullie gaan op de bank zitten. Jullie vinden dat jullie dit kunnen. Ja, dan mag dat. Het is heerlijk hier. Ja, maar dan, weet je, dat zeg ik. Ik ben met Groep de Mos bezig geweest. Ik ga dan al 4 jaar lang, ging ik dan 3 keer in de week naar Rotterdam. Om mijn honden te laten rennen. Ja, je moet foto's maken van het veld en zo willen we het. Ja, maar hij heeft genoeg foto's van mij. Ja, nee, hij heeft genoeg foto's van mij. En hij weet ook donders goed wat ik bedoel, want hij heeft zelf Spaanse honden die ook weglopen. Ja, het is ik ben de wethouder, hè? Als ik weer een opvanger heb, dat ik ze gewoon eigenlijk redelijk snel kan loslaten. En van hieruit kan je ze heel makkelijk trainen. En dan zit je s'avonds druk? Nee. Nee, maar dat is ook, ja, licht. Nee, meestal is hier erg bij. Oei, kom, dan moet je er niet mee. Nee, eigenlijk moet ik een huisje tegenover. Ik heb het helemaal vasthouden, helemaal. Gewoon lekker hier in de buurt. En dan gaan we even samen kopen en dan hebben we 1 groot huis. Ja, 2 huizen naast elkaar. Ja, precies. En dan gewoon even een muurtje doorbreken. Maar wij gaan die 2 huizen daar kopen. Als je er tussendoor kijkt, zie je erachter een hele lelijke kerk. Oh, dan mag je wel komen. En jij daar iets verder op de straat. Gewoon hier ideaal. Dat is toch ideaal voor je werk? Eventjes, Ja, maar het mooie is, het is ook allemaal losloopgebied hierachter, hè? Oh, bij ons moeten ze ook nog vast. Ook nog voor dat geld. Ja. Nou, kunnen we die van... Het enige waar ze niet over hebben nagedacht. Go! Stokje gooien! Hier, loof. Hé, hey, hallo. Kom. Kom het water in. Hier, doe maar. Ga erin. Terugtrekken. Ja, aha. En nou een stokje pakken. Nou, dat doet hij niet, denk ik. En 2. Ga erin. Ga erin dan. En 2. En 2. Niet. Scheidbak. Ga erin dan. En 2. Los, espa, ga zwemmen, go. Desnoods nog, het is niet goed, maar doe het dan desnoods nog met een wat ouder iemand erbij. Van jongens, valt mijn krukje om. Ja, zet het krukje weer. Kun je misschien ook die challenge doen, dan kan je toch met je vrienden doen. Dan zeg ja, het is natuurlijk geen gezonde challenge. Nee. Maar vanzelf gaat kom je zuurstoftekort.
Joey, ben je verliefd? Ik zag het wel, stiekem kusjes geven. Dikke billen. Weet niet of het is gelukt. Okay. Jootje gaat naar Moskou. Dag Joy. Joy, ze gaan wat vinden. Zo over Joy heen plassen. Wie? Oh. Oh. Max? Nee, deze hier ook. Wie, Kai? Ja. Ja, ja, ja. En lekker Joy vies te maken. Had ze in Drenthe ook gedaan in de tuin. Had ze zeg maar, onder de veranda een kuil gegraven. Dat ze de hele week ingelegen. Maar Joy begreep de eerste twee dagen helemaal niks hè, van die vakanties. Nee. Nee, die had echt zoiets van, waar zijn jullie mee bezig? En toen we daar gingen slapen, snapten ze er helemaal niks meer van. Toen ze maar die kuil gaan maken. Jullie hebben wel lekker weer gehad. Te heet. Voor de honden te heet. Ja, we gingen dan 's morgens om 9 uur gingen we dan een boswandeling maken, maar dan liep het zweet al zo. Nee, kijk eens. En dan 's avonds laat gingen we naar het meertje, dat ze even konden poederen. En één keer hebben we een overdekte speeltuintje afgehuurd. Maar overdag was het eigenlijk was dat 30 graden. Ja, ja, je zit daar natuurlijk ook niet. Alleen donderdags was het vrij koel, maar toen was alles dicht, toen was het hemelvaart. Je natuurlijk daar in de geheugd. Ja, daar ja, doen ze nog echt. Ja. Ja, kijk, wij hier in Den Haag is altijd wel wat open. Ja, dat is altijd wel open. Dat is ook zo. Ja. Hey Troy, zullen we naar huisje gaan? Naar huisje? Mooi. Troy. Hey. Is dit ook niks voor die kolder? Die kolder, nee. Nee? Nee, maar die kolder kan niet. Ja, misschien... Als ze Emma maar weet je, die kolen, als je tegen die kolen aanloopt. Dat vind ik ja. In een onbenullige racebaan. Kom! En ze lopen tegen die kolen aan. Dan valt hij. Hij kan ook. Hij laat nu ook af en toe zijn ontlasting lopen. En, oh. Dat is denk ik gewoon wachten. Iedere keer. Want hij, is, hij en Woolie die slapen boven bij ons. Dat deed die kolen ook altijd. Maar die kolen die komt al bijna 2 jaar niet meer naar boven. Nee. Omdat ik dat niet wilde. Omdat hij niet de trap fatsoenlijk op kon lopen. Nee. Ik zo bang was dat hij dan s'nachts misschien, terwijl jij ligt te slapen, de trap toch weer op of af gaat. Ja. En als je dat dan niet ziet, dus ik heb gezegd tegen Jack dat al 2 jaar geleden al, ik wil niet meer dat hij naar boven komt, dus ik slaap naar beneden. En iedere keer als ik s'morgens wakker word en ik doe s'morgens de deur open, dan denk ik... Oh my god, ja. Joy! Heb ik toen mijn Romy gehad. Iedere ochtend, heel raar. Ik kijk iedere ochtend, het eerste wat ik doe is kijken of ze nog leeft. Ja, heb ik toen bij Romy gehad. Die liet natuurlijk ook in de slaap de urine lopen. Het, echt bijna iedere dag moest ik haar wel wassen, want het gaat natuurlijk onwijs stinken. En dan iedere ochtend dan keek ik zo en dan zag ik het lichaam nog. Ik dacht, oké, ze is er nog. Totdat ze op een gegeven moment echt gigantisch veel bloed ging verliezen van achter. Pijn had ze nog niet, ze at als de beste. Maar ik heb de situatie ook uitgelegd. Ik zeg, ik weet het echt niet. Hij zegt, nou weet je, dat was geloof ik van donderdag. Hij zegt, kom je maandag in de school? En toen vrijdags verloor ze zoveel bloed, dat ik de dierenarts opgebeld heb van, ik wil nu, want ik denk, ja, dood vinden, weet je, je gaat het weekend in. En toen zei hij, nou kom maar hierheen dan. En toen heb ik het al, ik kom al in. Maar zo wou ik het. Ga zitten, Loffie. Ga zitten. Wakko, wakko. Lady. Ja, maar dan is de allerbeste vriend. Oh. Hey, Denise. Een vraagje. Wat? Als jij een bordje tegenkomt. En dat is dus een, hoe heet dat een bordje, vrouw? Ja,
Hé? Een bergpijp. Nee, een bordje. Die en die wij met het groen. Ja, 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 ja. Een bord, ja. Een verkeersbord, driehoekig, met het punt naar boven toe. Ja, een helemaal voorrangsweg. Groen. Helemaal groen? Ja, wat is dat voor bord? Dat is voorrangsweg voor de vluchtelingen. Oké. Ik dacht juist dat en dat de groenvoorziening er moest komen. Om het bord schoon te maken. Ja, dat kan ook. Kijk! Dat kan ook, maar is het nou echt een groen bord of is het een aangeslagen groen bord? Aangeslagen groen bord. Ja. Ik denk al, ik heb nog nooit een groen bord gezien. Als dit weer gebeurt en de batterij er even uithalen. Ja, zo spannend. Wat denk ik? Ik ga hier maar even schuilen, want dat is veel te eng voor mij. Dat is nou husky spelen. Mallen moet spelen, ja. En jij kent er ook wat van, hoor. Scheidbakkie.